Ja, er zitten 3 races op in 2023, Tim. En jij hebt elke coureur na elke race een cijfer gegeven. Lente, stop, even erin duiken. We beginnen met 9,7 gemiddeld voor Max Verstappen. Nou, dat is een redelijk cijfer toch om mee te starten. Ja, dat is nagenoeg foutloos. Ja, dat is hij natuurlijk ook geweest. Kijk, we zijn kritisch als we kritisch moeten zijn. Maar Verstappen is nagenoeg foutloos geweest. In Bahrein was hij ijzersterk. Vervolgens in Jeddah pech gehad in de kwalificatie. Geweldig inhaalrace gereden. Nou, uiteindelijk Perez niet meer kunnen inhalen. Maar dat had meer te maken met de problemen in de kwalificatie dan de race natuurlijk. En vervolgens in Australië ook een hele goede race gereden. Toen wel wat kleine foutjes van hem gezien. Dus sommige mensen waren het niet eens met de 10 die hij kreeg natuurlijk. Nee, wil je achteraf dat nog even terugdraaien? Of nee, zeggen, nee, zeker niet. Want je hebt nu 10, 19 in die voorbeeld. Nou, ik vind nog steeds, op dat moment maakte hij kleine foutjes. En die waren zonder erg. En weet je, als we op elke fout zout gaan leggen, dan eindigt iedereen met een 1, want elke coureur maakt wel foutjes in een race. En natuurlijk valt dat bij de nummer 1 op als hij even van de baan afschiet. Maar ja, zolang het geen gevolgen heeft, vind ik het ook geen gevolgen moeten hebben voor een cijfer. Dan Perez. Die heeft op zijn rapport ook, zie je gewoon heel goed het verloop van zijn seizoen tot nu toe. Een 8 van een oké race, tweede worden, wel echt verslagen worden door Verstappen, naar een 10. Winnen naar een dramatische 5. Ja, heel erg op en neer. En dat is wel een beetje wat we gewend zijn van Perez. Kijk, het is gewoon een hele goede tweede coureur naast Verstappen. Omdat hij er staat op momenten dat Verstappen pech heeft. Zoals nu ook weer in Saoedi-Arabië. Hij zit er sowieso wat dichter bij Verstappen op het moment dat de circuits wat makkelijker zijn, om het zo maar even te zeggen. Dus op dat soort circuits maakt hij een kans. Nou, in Jeddah had hij wat geluk dat Verstappen pech had in de kwalificatie. Daardoor kwam die race natuurlijk naar hem toe. Maar in dat weekend deed hij zelf verder alles perfect. In Bahrein, prima tweede coureur. Inderdaad op afstand gereden door Verstappen. Maar verder een prima weekend. In Australië, ja. Toen kwam het weekend. Ja. Men was heel lovend over zijn inhaalacties. Maar ja, daar ga ik heel eerlijk over zijn. Ik vond het echt schandalig dat hij zo ver kwalificeerde. Met die wagen moet je gewoon heel rustig cruisen in de kwalificatie en dan word je gewoon tweede. Ja. En als je dan een beetje aanzet... Vooral in Q1. Ja, hij viel uit in Q1 omdat je daar crasht, omdat je daar te veel gaat pushen. Ja. En dan geeft hij ook nog zijn team de schuld. Ja. En dan heeft hij wat mooie inhaalacties in de race. Maar ja, heel eerlijk, als je kijkt hoe makkelijk Verstappen de nummer 1 op dat moment Hamilton passeerde. Ja, dan mag je toch ook wel een paar auto's kunnen passeren in die RB19. Dan gaan we bij een top 3. Verstappen, Alonso, Russel. Ik vind die redelijk voor zich spreken. Dat die in een top 3 staan, die mogen daar wel thuis horen. Vind ik eigenlijk ook wel interessant. De nummer 4, Yuki Tsunoda, met een mooie 8 gemiddeld over 3 races. Die heeft wel 0,3 gemiddeld hoger gescoord dan Sergio Perez. Vind je dat achteraf gezien ook nog steeds wel een eerlijke waardering? Nou, dat denk ik wel. Kijk, weet je... Uiteindelijk is de belangrijkste graadmeter van een coureur zijn teamgenoot. En kijk, we gaan pas Tsunoda kunnen beoordelen ten opzichte van Perez als hij naast Perez zit. Nou ja. Dus die vergelijking is natuurlijk altijd scheef. Dus ik kijk nu voornamelijk Tsunoda tegen de Vries. Nou, als je dan gewoon gaat kijken, doet Tsunoda het heel erg goed. Ja. Is hij veel beter dan de Vries. Dus dan verdient hij ook gewoon een hoog cijfer, ongeacht in welke auto die zit. Inderdaad, over dit team. Hij staat 4e dan Tsunoda. En dan, ja, de Vries is toch bottom of the class. Hij deelt die plek met de Vries, met Magnussen. En Sargeant, ze hebben allemaal 5,7 gemiddeld gescoord. Dat is, ja... Nou, dus toch nog een voldoende. Ja. Ja, dus ze hebben toch alle 3 nog een voldoende.